dit moment. Maar of dat zo zal blijven, dat moet blijken. Volgende turner komt uit Griekenland. Uit Thessaloniki. Staat al voor de vijfde keer in een WK-finale. Ja, en zijn beste resultaat was 2 jaar geleden in Londen. Toen werd hij vierde. Heeft een moeilijke oefening. 32 jaar. Vasilios Tsolakidis. Vooropzet. Ja, dat is knap. Met een draai. Stut. Mooie combinatie. De Hierdiekwul. Hij staat heel stabiel. Kijk wat een voorzwaai zeg. Kijk eens wat een salto. Voorwaarts. Gehoekt. Dubbel. Tot boven armsteun. Diamidov draai. Dubbel salto gehoekt. En een goede landing. Nou, knappe oefening. Van de 32-jarige Palisios Tsolakidis. Uit Thessaloniki. De man is een keer Europees kampioen geweest in 2002. En in 2009 won hij zilver. En dit voorjaar in Berlijn won hij de bronzen medaille. Dus dat is eigenlijk een beetje neergaande lijn. Maar goed, zijn beste resultaat op een WK was de vierde plek in 2009. Dus misschien zit er nu meer in. In ieder geval een oefening die heel gevarieerd is en toch weer met totaal andere elementen gevuld is dan die van de Roemeen. Mooie landing ook, heel beheerst. En je ziet hoe lang je kan blijven presteren als je je beperkt tot bepaalde toestellen. En dat is hij. Hij is een specialist op de brug met gelijke liggers, 32 jaar. En doet nog steeds mee. 15.266 is op dit moment de leidende score. Met een moeilijkheidsgraad van 6,60. Nou, daar komt mogelijk de Griek niet aan. 6,50. Maar wel, kijk, 9.033. En dan kom je op 15.533. En dan sta jij dus ruim aan kop. 1 dus de Griek. 2 de Roemeen. Derde.